Kan ik je ergens mee helpen? Ja, als je een plek op het internet weet dat antwoord heeft op alles. Bedoel je Google? Nee, echt. Gewoon dat je iets kan vragen en dat je een antwoord krijgt. Het antwoord. Bijvoorbeeld, hoe moet ik dit script schrijven? Of hoe bak je toven zonder dat het aangebakken wordt? Of... Je bent op zoek naar iets wat voor je kan denken. Ja, nou ja, denken. Gewoon dat het leven iets makkelijker en efficiënter maakt. Zodat ik iets meer tijd heb voor de leukere dingen in het leven. Heb je wel eens van ChatGPT gehoord? ChatGPT wel? ChatGPT. En nu? Vraag maar. Wat je maar wil. Wow. Dus dit kan gewoon mijn videoscript schrijven? Stop. Denk eens na, jongen. Voordat je hals over kop een nieuwe technologie induikt. Wat is het grote gevaar van ChatGPT? Misschien dat scholieren vals gaan spelen? Denk eens groter. Dat mensen hun baan kwijtraken? Je moet nog groter denken. ChatGPT, wat is het grote gevaar van ChatGPT? Stop, ik zal het je vertellen. Het echte gevaar van ChatGPT is dat het ons allemaal zal bedriegen zonder te hoeven liegen. Huh? Ik zal het uitleggen. En om het te begrijpen springen we kort terug naar de jaren 90. De tijd van de komst van het internet. Ik weet het nog goed. Het internet was als een grote oceaan. Iedere nerd kon zijn eigen eilandje claimen en inrichten zoals hij of zij dat wilde. Maar er was wel één groot probleem. Hoe kwam je bij al die eilandjes? Je moest precies weten hoe je moest komen of iemand moest je doorsturen met een hyperlink. Vanuit dit probleem werden zoekmachines als Google geboren. Zij struinden alle eilandjes af en beloofden ons de weg te wijzen. Daarmee verkregen zij ook de macht te bepalen welke sites je zag en welke niet. Google als poortwachter van het internet. Maar wat heeft dat met ChatGPT te maken dan? Daar komen we zo op. Eerst maken we nog een laatste tussenstop in de tijd. Naar de befaamde dag dat Steve Jobs daar op het podium stond. Met de komst van de iPhone veranderde het internetlandschap definitief. Van een verzameling websites naar een verzameling platformen en apps. Maar er zijn toch nog steeds websites? Natuurlijk, maar die zijn niet meer dominant. Instagram, je schiet een foto met je telefoon, klapt er een filter op en je kunt het plaatsen. Twitter, iedere gedachtenscheet slinger je de wijde wereld in. Uber, een taxi bestellen zonder dat je met de chauffeur hoeft te praten. Dit zijn de belangrijke spelers van het internet. Zij slagen erin om frictie weg te nemen. Hun eigen zoekmachines. Zoek je een tweedehands stopje? Je gaat niet naar Google, maar vindt het. Wil je zien hoe je een kozijn moet vullen? YouTube. Oh, en dat is wat ChatGPT ook doet. Je kan iets vragen en het stuurt je niet meer door. Precies. ChatGPT is geen poortwachter, want er zit niks achter waar je kunt kijken. Het heeft de frictie succesvol weggenomen. Je vraagt iets en je krijgt antwoord. Wacht, is dan het grote probleem dat ChatGPT iets wordt als een rekenmachine? Hoe bedoel je? Nou, net als bij een rekenmachine. Eerst hadden we gewoon nog hoofdrekenen of we kunnen iets met pen en papier uitrekenen. Maar we voeren het nu in een rekenmachine en dat geeft gewoon het antwoord. Toch? En wat is dan het probleem? Nou, het probleem is dan dat we daar afhankelijk van worden. Kijk, het is nu nog niet zo dat ChatGPT echt supergoed is en helemaal niet als we Tommy Wieringa gaan mogen geloven. Mijn dochters doen dit 10 keer beter. En die zijn 10 en 12. Maar het is slechts een kwestie van tijd voordat ChatGPT kan wedijveren met de beste schrijvers ter wereld. En dan wordt schrijven dus iets als rekenen, iets wat je leert op de middelbare school, maar daarna niet meer gaat gebruiken. Jammer, ik dacht bijna dat je het begreep. Schrijven zal minder belangrijk worden, dat klopt. Maar juist die vergelijking met de rekenmachine laat het cruciale verschil zien. De mogelijkheid tot een verschillende uitkomst. Tenzij je rekenmachine kapot is, zal 7 keer 7 altijd 49 zijn. Maar als je vraagt, herschrijf deze alinea over 1984 voor mij. Of wat is de ideale staatsvorm? Of wat zijn de grote gevaren van AI? Dan zullen verschillende taalbots verschillende antwoorden geven. Weet je waar dat van afhangt? Ik denk van hoe goed het algoritme is en de dataset waarop het is getraind. En nog fundamenteler, de waarden en filters die in het systeem zitten. Begrijp dit goed. ChatGPT is geen neutrale arbiter. Het is geen
rekenmachine. Er worden allerlei keuzes gemaakt over wat je wel en niet te zien krijgt. Zo kreeg je de eerste dag nog een antwoord op de vraag hoe je een Molotov-cocktail maakt. Nu niet meer. Maar dat is toch wenselijk? Misschien in dit specifieke geval. Maar waar het om gaat is hoe en waarom die keuze gemaakt wordt. Dat gebeurt buiten ons zicht. De code van ChatGPT is niet openbaar. En zojuist is bekend geworden dat Microsoft 10 miljard heeft geïnvesteerd voor 49% van de aandelen van OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Dit betekent dat we straks kunnen rekenen op nieuwe implementaties van ChatGPT. Nu dien je nog op de site van OpenAI in te loggen om ChatGPT uit te proberen. Straks zal het ongetwijfeld geïntegreerd zijn in Word en Microsoft's zoekmachine Bing. Ah, dus nog minder frictie dus. Precies, je wil iets weten, je vraagt het. Je krijgt een antwoord zonder aanwijsbare oorsprong, ontstaan uit een krankzinnige rekensom op basis van miljarden bestaande teksten. Terug naar die rekenmachine van je. Velen van ons missen al die intuïtie om het antwoord van een rekenmachine te toetsen. Zet een komma verkeerd en je ziet het misschien niet eens af aan het antwoord. Voor teksten zal dat helemaal gelden. Maar dan gaat het niet om dat jij een komma verkeerd zet, maar wat de mensen achter de taalbot willen dat jij ziet. Zij weten hoe het werkt, zij kunnen het aanpassen. Wij niet. Wij vragen simpelweg iets. En zij bepalen wat relevant is en wat niet. Wat tegen de heersende moraal ingaat en wat niet. Wat wij te zien krijgen en wat niet. En daarmee wat wij aanzien voor de waarheid. Dus het bedrijf achter ChatGPT kan dan eigenlijk gewoon de geschiedenis vervalsen, toch? En dat wij dan iets anders lezen, dat voor waar aannemen. Zo snel zal het niet gaan, voorlopig. Als het systeem te snel onjuiste informatie geeft, zal het gecorrigeerd worden of genegeerd. Maar het grotere gevaar is dat ze op termijn zullen bedriegen zonder te liegen. Dat alles wat ze zullen zeggen feitelijk niet onjuist is, maar wel zo geframed dat jij gaat denken wat ze willen dat jij denkt. Stel dat ik vraag, wie is Bill Gates? Wat is dan een goed antwoord? Ja, dat een oude Amerikaanse tech-ondernemer is, filantroop, hij geeft veel geld weg. Volgens mij is hij ook getrouwd. En weet ik veel, daar hebben we toch ChatGPT voor om het op te zoeken. Nee, daar gaat het juist mis. Want op elke vraag zijn ontelbare verschillende juiste antwoorden mogelijk. Die desondanks verschillen qua lengte, complexiteit en nadruk. Leggen ze die nadruk op de bedrijven die Bill Gates heeft opgericht? Zijn leiderschapsstijl, zijn goede doelen, de controverses, de impact die hij heeft gehad op het milieu, de banen die hij heeft gecreëerd, hoe hij de wereld vooruit heeft geholpen? Ik snap het volgens mij, want ik ben dus niet in staat om het antwoord in een bepaalde context te plaatsen of om door te klikken voor een ander antwoord of een ander perspectief op de vraag. Precies, dat is mijn grote angst. Dat wij die macht tot waarheid nog verder weggeven aan Big Tech. Dat wij naar hen gaan met onze vragen, zodat zij het antwoord zo kunnen filteren dat ze precies datgene zeggen wat aansluit bij hun wensen, hun verlangens, hun doelstellingen. En dat is niet jouw leven zo mooi en vrij mogelijk maken, Floris. Eerder zoveel mogelijk geld aan je verdienen. Oké, dat is waar, maar misschien is het toch wel fijn om het af en toe te gebruiken om mijn leven wat makkelijker te maken, toch? Bijvoorbeeld voor een videoscript. Dat is waar. Als je ooit nog om inspiratie verlegen ligt, je weet me te vinden.